Broeders en zusters, vandaag spreek ik met Inge van Sombrië. Wordt een trip down nostalgia, down memory lane. Herinneringen de oude tijden, die jaren 80 van de vorige eeuw. Want daar heeft ze een boek over geschreven. Over één specifiek onderwerp. Laat het boek eens zien, Inge. Oké, waar gaat het boek over? Het heet... En nog een keertje en dan even voorlezen hoe het heet en waar gaat het over. Band, fans, vrienden, muziek. Memoires van een post-punk fan. Het gaat over de hele muziekscene in de jaren 80. En dan niet de hitparade muziekscene, niet Madonna en niet Wham, maar juist de underground muziekscene. Mensen, je kent ze wel, de mensen helemaal in het zwart, met zwart geverfd haar, getoupeerd, die bijna in Paradiso woonden en elke Engelse new wave band daar gingen zien. En dat is een bepaalde groep mensen en die kwam je bij elk concert tegen, ook in het Paard van Troje in Den Haag en bij de Arena in Rotterdam en bij het Patronaat en in Tivoli in Utrecht. De mensen die eigenlijk naar alle New Wave band concerten gingen die er toen waren. Ja, dat is begin jaren 80 heb je nou over. Ja, het boek gaat voornamelijk over de periode 81 tot 88, met nog een kleine toegift in de jaren 90. Maar het focust vooral op de hele bloeiende new wave scene die er in Nederland was en die voornamelijk over Engelse new wave bands ging. Ja, nou eigenlijk gaat het boek, ik heb het gelezen, gaat het eigenlijk maar over één Engelse new wave band, die alleen maar in Nederland voor mij enigszins beroemd was, heel vaak heeft optreden, de Concert Angels. Ja, dat was mijn grote liefde. Dat is mijn grote liefde. Ik vind het nog steeds een fantastische band. Ik draai de platen nog steeds. Ik ben dus, zoals in het boek staat, bevriend geraakt met de band. En ik spreek ze ook nog steeds. Ik ontmoet ze nog steeds. En dan zijn we allemaal weer terug in de jaren 80 in feite. Ja, want jij met een aantal vriendinnen waren echt zo fan van de Concert Angels dat jullie overal... Hebben ze gevolgd overal in Nederland tot in Heino aan toe, zullen we maar zeggen, als ze daar speelden. Of van allerlei Val. onmogelijke plaatsen. Wat was de betovering voor jou van hun muziek? Kun je dat omschrijven? Ik vind muziek omschrijven altijd heel erg lastig. Maar het gaf mij meer een soort bevrijdend gevoel van... Ja, gewoon de hele middelbare schoolperiode. Thuis wonen bij je ouders. Los te laten door in iets heel anders te duiken dan wat daarvoor zat. Want daarvoor was ik een heel braaf meisje dat gewoon netjes Top 40 luisterde en elke avond huiswerk maakte bij de avondspits. En opeens viel er een meteoor en toen ontdekte ik de New Wave scene. En toen ging ik ook onmiddellijk zwarte kleren kopen en al mijn geld uitgeven aan LP's. En ik probeerde naar elk mogelijk concert te gaan wat ik wilde, want ik vond dat fijn. En de Concert Angels sprongen eruit, denk ik eigenlijk in eerste instantie omdat ze zo toegankelijk waren. Omdat het van die aardige jongens waren. Dat, ik bedoel, ik ging naar heel veel concerten en ik vond heel veel dingen leuk. Maar ik raakte met hun aan de praat en we hadden een klik. En ze waren gewoon vreselijk aardig. En ze hadden ook weer niet zoveel fans dat ze, zeg maar, arrogant werden. Dus elke nieuwe tour hadden zij ook het gevoel van, ha, leuk, dan zien we die groep meisjes weer die ons volgt. Dus iedereen vond het gezellig, zeg maar. Dat was eigenlijk de reden waarom het zo, ik zou bijna zeggen, uit de hand gelopen is. Ja, kun je nog herinneren wanneer die meteor insloeg? Dat je zeg maar schakelde van Madonna en George Michael naar het clubcircuit in Nederland, allebei bandjes optreden. Ik was nooit van Madonna en George Michael, hoor. Dat was ongeveer. Ik was meer. Ik hield van jaren 70 muziek. Ik hield van 10cc, dat vond ik mooi. En Year of the Cat van Al Stewart. En dat soort dingen. Julie en Claire vond ik ook helemaal fantastisch. Allemaal heel romantisch allemaal. En verder deed ik aan paardrijden. Ik was elke zaterdag op een manege om paarden te kammen en zo. Dat soort dingen. Ja. Maar wat gebeurde er dat opeens die bliksem insloeg dan bij je? Nou ja, ik kwam eigenlijk bij een ander concert in Paradiso. Mijn eerste concert was in april 81. Fiche Z was dat. En daar kwam ik een meisje The tegen. Worker. Worker, The juist. Worker, ja. Marlies, dat soort dingen, ja. Pretty Paracetamol, bedenk ik ook nog gewoon. Juist, ja. En daar kwam ik dus een meisje tegen die net als ik alleen was. En wij wouden allebei graag een handtekening. Dus
Ja, wij hadden hetzelfde doel. Wij sleurden elkaar het podium op en renden het trapje aan de achterkant af naar beneden naar de kleedkamer. En hebben daar een uur gezeten. En de band was heel aardig. En toen hebben we adressen uitgewisseld. En toen ging het balletje rollen eigenlijk. En Ja. ja, allemaal vrienden die ook een beetje tastende waren op dat gebied. En ja, de een wist dit en de ander kende dat. En voor je het weet heb je een clubje mensen die gewoon met z'n allen. Ja, dan is naar dit concert, dan is naar dat concert. Oh, maar mijn buurman zegt dit en mijn vriendin heeft het ook over dat. En wij gaven elkaar natuurlijk tips over nieuwe LP's die uitkwamen en dergelijke. En voor je het weet ga je naar alles. Ja, nou, wat ik wel grappig vind, want jij was toen nog vrij jong, zullen we maar zeggen. Dat de eerste keer dat je zei naar zo'n concert ging, zei je moeder gelijk: ah, meid, je moet aan de pil. Dat weet je. Nou, dat was niet eens voordat ik echt. Maar mijn moeder, die had. Kijk, er gingen natuurlijk van die verhalen. En moeders zijn altijd angstig over wat hun dochters gaan uithalen. Dus mijn Ja. moeder. De popsterren, ja, die zijn niet te vertrouwen. Ik bedoel, die versieren alle meisjes die voor hun neus komen. Want het is tenslotte seks, drugs en rock'n'roll. Dus het moet wel bijna. En ik had dus gezegd dat ik een band die ik leuk vond wilde gaan volgen en daarachternaam wilde reizen. En mijn moeder dacht: oh jee, dit wordt een tienerzwangerschap. Hier moet ik even aandoen. Dus ja, verder maakte het niet zoveel uit als ik maar aan de pil ging. Maar die had ik uiteindelijk nooit nodig, want dat was helemaal niet mijn insteek en ook niet van mijn vriendinnen. Wij wouden gewoon gezellig en kletsen en een beetje ontdekken wie nou de mensen achter de muziek waren. Maar jullie waren wel een clubje wat altijd probeerde in de kleedkamers te komen en met de muzikanten te spreken. Wij kwamen ook altijd in de kleedkamer. Ik geloof niet dat ik ooit in een Paradiso-concert ben geweest dat ik niet in de kleedkamer eindigde. Ik zat daar, zeg maar, helemaal aan het begin van mijn carrière. Zat ik ook bij Duran Duran en U2 en Depeche Mode en Simple Minds in de kleedkamer van Paradiso. Maar dan kregen we gewoon een colaatje en dan waren we gezellig aan het kletsen. En na een uurtje gingen we weer naar buiten. Dus het begon heel onschuldig allemaal, maar op een gegeven moment krijg je ervaring met hoe je dat moet aanpakken. En het was gewoon leuk en niemand deed ook eng of raar. Die jongens waren eigenlijk ook allemaal gewoon gezellig. Ja, Dus met die komst uit Eindhoven ging het echt zover. Ik jullie gewoon echt huisvrienden van hun werden. Ze zijn bij jou thuis geweest. Jij bent bij hun thuis geweest in Sheffield. vorige maand nog. Vorig jaar, je ziet ze nog steeds. Ja, ik heb ze allemaal een boek overhandigd. Dus ik ben in Sheffield geweest om hun een exemplaar van het boek te geven. En ik videobel met de band ook wel eens en zo, net als wat wij nu doen. Dus wij spreken elkaar nog regelmatig. Ja, Dus het is wel maar zo is gebleven. nou, ze zijn op een gegeven moment zijn ze mee opgehouden, want ze hadden, buiten Nederlandse clubcircuit hadden ze eigenlijk weinig successen. In Amerika zijn ze doorgebroken, in Engeland was het ook geloof ik geen succes. Duitsland ging het ook nog wel goed. In Duitsland was vergelijkbaar met het succes in Nederland, maar het stoorde hun natuurlijk enorm dat Engeland ze niet moest. Dat is natuurlijk heel naar als je eigen land je niet leuk vindt. Ja, maar op een gegeven moment zijn ze gestopt en zijn ze toch weer, wat iedere band tegenwoordig zo'n beetje moet doen, een nostalgia-tour gedaan. Zijn ze weer teruggekomen ook, hè? Nou, ja en nee. Het was de bedoeling dat het één concert werd. Er was een festival in Sheffield over jaren 80 bands. En de organisatoren deden hun het voorstel of ze niet ook wilden optreden. En ze waren al 13 jaar uit elkaar. En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling. Maar ja, die organisator die bleef maar zeuren. En het was ook in hun eigen stad, dus redelijk makkelijk dan. Dus toen zijn ze toch maar gaan oefenen weer. En uiteindelijk hebben ze een concert gegeven. Ja, en toen was er weer een organisator bij dat concert aanwezig. En die zei: willen jullie ook nog een toertje doen eind van het jaar? En voor je het weet heb je er weer meer. Maar eind 2010 was echt hun allerlaatste concert en toen was het echt over. Ja. Nu, meer dan 10 jaar later, zie je ze nog steeds. Maar hoeveel concerten van de Concert Angels, waar ik ook over gehad, heb je eigenlijk gezien? Een stuk of 70. 100 of zo? 70. Huh? 70. 70. 70. Jeetje, Mina zeg. Ja, nou ja, ik zou er met liefde nog 30 aan toevoegen.
Maar ik denk niet dat ik de kans krijg. Ja, maar is het boek wat je geschreven hebt over deze periode, het is A, een ode aan de Concert Angels, maar is het ook een, zeg maar, een uitgewerkte meisjesdagboek, zullen we maar zeggen, die je herschreven hebt? Ja, het is een beetje, bijna een beetje mijn autobiografie, maar dan over een bepaald onderwerp, zeg maar. Het is wel, ja, het is heel persoonlijk. Het is inderdaad gebaseerd op mijn dagboeken. En ik heb niet alles wat in mijn dagboeken stond opgenomen, maar toch denk ik wel 75%. En ja, ik was daar altijd heel vol van en ik moest dat van me afschrijven, anders kon ik niet slapen na afloop. Dus het is allemaal heel gedetailleerd en dat was ook heel leuk om te herlezen, want ja, ik ben inmiddels 60 en mijn geheugen is ook niet meer wat het was. Maar ja, daar heb je geen geheugen voor nodig, want het staat gewoon zwart op wit in je dagboek. Dus ik hoefde het eigenlijk alleen maar over te typen. En ik heb er nog wat, ja, wat dingen aan toegevoegd. Een beetje over het leven in de jaren 80 in het algemeen. Hoe het leven was voor internet. Over de twee tv-zenders die er waren. En dat je geen booking.com had als je een hotel wilde. En dat je mensen brieven moest sturen met enveloppen en postzegels. Over de komst van de nachttrein. Al dat soort dingen, zeg maar. Alles een beetje. Een beetje tijdsbeeld scheppen van de jaren 80 waarin het verhaal zich afspeelt. Nou, laat het boek nog één keer zien, Inge. Ja, dat kan ik doen. Ik kan ook deze erbij doen, want het is namelijk verkrijgbaar in het Nederlands, maar Ja. ook in het Engels. Dus iedereen kan het lezen. Het is precies hetzelfde boek, maar dan in twee talen. En het is verkrijgbaar bij elke willekeurige. Nou wordt het commercieel, dat mag allemaal niet, hè, Nee, dat wil ik Inge. ook niet zeggen, maar het is overal. Het is Het is overal te overal te krijgen. krijgen, uiteraard, ja. Ja. En zeker te bestellen. Inge, dankjewel voor dit gesprek, Graag beste gedaan. kijkers. The History of the Jaren 80, gezien door een fan van de Concert Angels, over de Concert Angels, en het is maar dat u dat weet.